We hebben een aantal situaties op de afdeling gehad waarbij, nou ja, je zou wel kunnen zeggen, het ook echt wel levensreddend is geweest. Als je ziet dat de patiënt ineens uit bed wil gaan stappen terwijl die patiënt vooral gevaarlijk is, dan ben je daar sneller bij en dan kan je dus ja, eigenlijk voorkomen dat iemand valt. De werkdruk, weten we allemaal, wordt in de zorg steeds hoger. En met die hogere werkdruk is het fijn als je op dit apparaat kan vertrouwen en een signaaltje krijgt als er iets aan de hand is. En ook voor het gevoel van de verpleegkundige, ik kan mijn werk gewoon nu goed doen. Met maar 2 mensen in de nachtdienst kun je toch wat lastig 28 patiënten in de gaten houden. Eurisense is een patiëntveiligheidssysteem in grote lijnen, wat informatie geeft over het welbevinden en de medische conditie van onze patiënten. De eerste kolom geeft eigenlijk alle bedden weer. De tweede kolom zien we de initialen van de betreffende patiënt. In de derde kolom zien we de hartfrequentie van de patiënt. In de vierde kolom zien we de ademhalingsfrequentie. De rode kolommen geven eigenlijk ook een afwijkende ademhalingsfrequentie weer. En de vijfde kolom die weergeeft iets over de valpreventie. Is de patiënt in of uit bed? Een tijd wordt aangegeven dat de patiënt eventueel uit bed is geweest. En de bewegelijkheid van de patiënt die geeft aan hoe vaak de patiënt zich in bed beweegt. En dat geeft ook iets weer over de algehele conditie van de patiënt. De combinatie van die gegevens die wordt verwerkt door het systeem Eurisense, door de centrale computer. En daar zit ook een soort voorspellende waarde zit aan vast. Dus we kunnen soms al op voorhand zien dat het een patiënt niet zo goed gaat en kunnen daardoor veel vroeger ingrijpen in het medische proces. Het Eurisense systeem is een systeem waarbij er een soort plankje, matje onder de matras van een patiënt wordt gelegd. En de ademhaling, de hartslag en beweging. Dat zijn eigenlijk de dingen die door de matras heen gevoeld worden door die sensor, wat het eigenlijk is, dat plankje. Waarbij dat signaal wat er komt van de hartslag en de ademhaling en de beweging ook wordt doorgegeven aan de verpleegkundige die over die patiënt gaat en ook in de artsenkamer, in de dokterskamer binnenkomt. En op die manier kunnen we patiënten gewoon beter in de gaten houden en kunnen we vroegtijdig opsporen als een patiënt achteruit gaat. Dat is eigenlijk wat voor de artsen het meest belangrijke is. Soms is dat een heel acuut signaal, hè, dat de patiënt acuut slechter gaat. En er zijn ook echt wel patiënten daarmee gered met dit systeem hier op de afdeling. Maar soms is dat een signaal wat langzamerhand oploopt en waar je dan op de trend gealarmeerd raakt. Hè. Je ziet dat het langzaam oploopt en denk je van nou, dan gaat die patiënt toch eigenlijk niet beter wat ik dacht, hè, met de huidige medicijnen, maar gaat hij langzaam achteruit en moeten we een andere vorm van behandeling geven. Ja, we gaan even bij deze patiënt kijken, want die gaf net alarm aan. En we kijken dus nu naar, gaan we even naar de trends kijken. Ja, we kunnen eigenlijk gedurende de opname de hele trend zien van een patiënt. De ademhaling, dat is deze mooie blauwe lijn. En de rode lijn, dat is de hartfrequentie. En hieronder zien we dan ook of iemand aan het bewegen is of de valpreventie. Voordat we de Eurisense hadden, merkten we dat een patiënt onszelf moest waarschuwen. Als hij bijvoorbeeld last van benauwdheid kreeg. Of als hij zich opgejaagd voelde doordat hij zijn hartslag omhoog ging. En nu met het Eurisense merk je eigenlijk dus dat je bent eigenlijk net de patiënt voor. Dus dat is eigenlijk wel het positieve ervan. Je ziet op je schermpje dat er iets gebeurt. Dus je gaat gerichter bij die patiënt kijken of je rent er al naartoe omdat er iemand uit bed komt die niet veilig uit bed mag. We hebben naast de sensormat hebben we ook kussens. Die leggen we in de stoel. Als de patiënt kan dus ook opzitten, wat heel belangrijk is voor kwetsbare ouderen. En dan kunnen we dus precies zien of de patiënt dus nog in de stoel zit. En daardoor zijn er veel minder valpartijen, want we zijn er gewoon veel sneller bij. Als je praat over het voorkomen van complicaties, is dat als je op tijd ingrijpt, je uiteindelijk ook de lichtduur zelfs wat zou kunnen verlagen. 1, kwaliteit van zorg, maar lichtduur verlagen betekent ook dat we weer meer mensen kunnen helpen op de bedden die zorg nodig hebben. De conclusie is dat het Franciscus heeft besloten dat wij dit systeem op afdeling longziekte mogen behouden en geplaatst hebben en dat we daar erg gelukkig mee zijn en dat we onze patiënten daardoor betere zorg kunnen geven.